Cocaïne, heroïne. Ik ben op mijn 20e verkracht in een hotelkamer onder schot. Dus 8 uur lang bedreigd met een pistool met geluidsdemper. Dat heeft me echt enorm getekend. Ik kon ook geen man niet meer zien. Jaren niet. Walging. Ja. Walging. Hoi, ik ben Iris Eindhoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Deze week in de podcast Deborah, die als tiener vluchtte van huis, verslaafd raakte aan drank en drugs en kwam terecht in de wereld van sekswerk. Op een gegeven moment is ze er helemaal klaar mee en zegt ze vaarwel tegen de criminaliteit, drugs en haar carrière als prostituut en pornoactrice. Met haar verhaal wil ze anderen helpen en is actief in de verslavingszorg. Dankjewel dat je er bent. Welkom. Welkom. Helemaal uit België. Ja, in buitenland. Ja, precies. International. Eigenlijk in de podcast begin ik altijd helemaal bij het begin, dus bij vroeger. In wat voor omgeving ben je opgegroeid? Ik kom uit Antwerpen, een deelgemeente van Antwerpen. In een eigenlijk een normaal doorsnee gezin. Met een mama, papa en een zus die 4 jaar ouder is als mij. Mijn papa die lustte ze wel heel graag. Hè? Ja. Die dronk die tijd toch eigenlijk veel te veel. En werd daar toch wel agressief van. Ja. Mijn mama is een heel andere vrouw als mijn vader. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid door 2 totaal verschillende personen. Een mama die een heel fiere, verzorgde, introverte, beleefde dame. Heel preuts eigenlijk ook. Ja. Met een vader die hoerde en boerde. Ja. Drank en werkte ook aan de haven. En vond zijn toevlucht ook bij prostituees en andere vrouwen. Dus eigenlijk in 2 verschillende werelden opgegroeid. Had jij dat ook al door als jong meisje? Nee, niet zo bewust dan nee. Maar ik denk dat dat vooral heel verwarrend was. Ja, dus 2 verschillende types thuis. Ja, absoluut. Maar echt, ik denk dat je geen groter contrast kunt voorstellen dan die 2. Ja, en had je een goede band met je ouders? Ja, die band die is eigenlijk altijd goed geweest. Ik ben altijd wel een beetje vrijgevochten geweest. En ik denk niet dat er sprake is geweest van echt een veilig en een warm nest, maar meer. Ik heb ook eigenlijk nooit geen ruzie gehad met mijn ouders of en ergens de schuld van gegeven of. Nee. Maar geen warm nest? Wat was de situatie? Toch wel agressie, fysieke agressie, regelmatig tussenkomst van politie thuis. Ja. Geen fijne omgeving als jong meisje. Ja, niet fijn, maar ook niet veilig. Nee. En dan vluchtte ik weg. Ja. Ik had ook heel veel oudere vriendinnen, veel vrienden en vriendinnen. Ja, en vanzelfsprekend hebben die ook een heel andere leefwereld. Zij zaten op café, dus ik ging gewoon mee. En die tijd, heel zot, niemand stelde zich er ook vragen over. Dat was allemaal heel normaal. Mijn vriendinnen die waren toen 16. Ja. En je ging gewoon met hun mee uit. Hoe oud was jij toen? 12. Ja, ik zat op café. Ik had toen maar echt oudere vrienden van 16, 17, 18, 20, 21. En ik zat daar op café, ik bleef daar ook slapen. Dat was allemaal normaal. Er kwamen ook regelmatig agenten binnen, die gingen dan mee pinten pakken. Die vroegen dan ook niet naar een identiteitskaart. Dat was toen de tijd allemaal gewoon normaal. Nee, er waren ook geen meisjes van mijn leeftijd. Nee, 12 jaar dus. Ja. Maar vroeg je ouders dan ook niet van waar blijf je? Want ik. Ik had altijd heel goede verhaaltjes. En de ouders van mijn vriendinnen, die logen eigenlijk mee. Dus dat kwam eigenlijk goed voor mij uit.
En die belde dan van, ja, ze blijft hier slapen. Ja, en dan ging ik mee op stap. En, nee, dus dat was eigenlijk, ja, dat kwam eigenlijk goed uit. Ja. Maar op dat moment woon je nu nog wel thuis, maar je besluit op een gegeven moment echt weg te gaan thuis. Ja, ik ben in de tijd dat ik op mijn 12e was er nog geen sprake van drugs, was gewoon feesten, drinken. Later, ja, dan leerde wel andere mensen kennen en mensen in het drugmilieu, dus experimenteren. Dat is uiteraard onschuldig begonnen met jointjes, alhoewel dat dat nooit mijn ding geweest is, want ik werd daar heel angstig van. Maar ik ben het dan in ander spul gaan zoeken, zwaarder spul. Amfetamines, speed. Ja. En ecstasy. En op een gegeven moment, ja, dan in het begin gebruikte dat om uit te gaan en om te gaan feesten. Maar op een gegeven moment gebruikte ik gewoon dagelijks om naar school te gaan, om te functioneren, om dag door te komen. Ja. Maar verslaafd eigenlijk. Ja, verslaafd. Ik denk dat ik in die periode van het leven vooral op de vlucht was, letterlijk en figuurlijk. En in alles ook een vlucht zocht. Dat is dan verder geëscaleerd naar cocaïne, heroïne, bezen, spuiten. Ja. En op een gegeven moment een overdosis. Hoe oud was je toen? 18. 18 jaar? Ja. Een overdosis van? Cocaïne. Cocaïne, ja. Ja, en eigenlijk achteraf gezien wegens hartfalen. Dat wist ik niet, maar ik heb ook een aantal keren hartritmestoornissen vroeger gedaan, wegens speedgebruik. Eigenlijk had ik de hartritmestoornissen, is dat een aangeboren afwijking. Maar ja, speedgebruik helpt daar natuurlijk niet aan mee. Nee, dat werkt niet dan. Maar dat wist ik niet. Dus ik heb wel een paar keren gehad dat mijn hart eigenlijk een hartfaal. Ja. Ja, en dan ben je nog best wel jong, dus van je 12e tot je... Tot hoeveel, welke jaren daarna? Ja, dat is niet abrupt gestopt. Ik ben daar ook nooit voor in opname geweest of in therapie geweest. Het is vooral van het spuiten dan, dat ik angst. Angst, ja. Angst. Want wanneer begon je voor het eerst met echte harddrugs? Hoe oud was je toen? 16. 16, ja. Ook omdat je dus in het circuit zat met uitgaan veel in de kroeg... Ja, dan leer je de mensen kennen en dan is het bij de hand. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment beland je ook als sekswerker, toch? Ja, op zich een beetje een rare switch voor velen. Ik ben op mijn 20e verkracht in een hotelkamer onder schot. Dus 8 uur lang bedreigd met een pistool met geluidsdemper. Ja. En hoe dat? Hoe kwam je daar terecht? Er kan nog een verhaal aan vooraf. Net daarvoor had ik... ik had wel een goede job. Ik werkte in een heel gekend restaurant in Antwerpen. Ik had eigenlijk alles. Een auto, motto. Echt een heel goed inkomen. Want die tijd dan verdiende ook echt goed in de horeca. En ik had toen iemand in huis genomen die verslaafd was aan crack. Een crackjunk. Ja. En ja, ik deed wel mee. Ik gebruikte wel mee met hem. Maar dat is op heel korte tijd uit de hand gelopen. Op 3 maanden tijd was ik alles kwijt. Mijn job, al mijn materiële spullen, mijn motto verkocht. Eigenlijk het enige wat er nog overbleef was een leeg appartement. En die man die heeft mij ook heel erg vernederd. Die bracht mensen naar huis waar ik seks mee moest hebben. En hij incasseerde het geld. Dus vooral heel veel vernedering gevoeld. Mijn beeld naar mannen toe, dat heeft dan natuurlijk, dat is niet ten goede gekomen. En dan ben ik via hem aan andere mensen tegengekomen, maar dat waren echt heel zwaar figuren in het criminele circuit. En als ik dan zeg zware mensen, dat zijn liquidaties,
Drugtransporten naar Zuid-Amerika, gewapende overvallen. Dus heel heftig. Zij waren hier ook illegaal in het land. En zij hadden mij beloofd om die man uit mijn huis te zetten. En ik ben dan met een van die mannen meegegaan naar een hotelkamer, want die overnachtte daar. En terwijl dat ik daar aan het slapen was, is er iemand anders die hotelkamer binnengekomen, die ik niet kende. En die heeft mij verkracht daar. En onder schot 8 uur lang in die kamer vastgehouden. Ja, wat gruwelijk. Ja, dat was best heftig, ja. Ja. Nou ja, redelijk traumatisch ook, kan ik me voorstellen. Ja, 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 want het is de verkrachting en de bedreiging, maar vooral de doodsangsten. Ja, angst. Dat is het natuurlijk. Angst. Ik heb 8 uur lang flitsen beelden gezien van mijn eigen doodsartikel in de krant. Ja. Dus ja. Ja, super heftig. En ook, maar überhaupt, kijk, daar in de hotelkamer was het natuurlijk heftig. Maar eigenlijk daarvoor met die man ook al. Dat je dan tegen je wil in seks moet hebben met anderen. Ja, toch? En ja, dat is inderdaad heel heftig. Maar op dat moment, dat is gaan. Ik voelde mij ook niet geroepen om klachten gaan in te dienen, omdat dat waren illegale mensen. Was je bang voor hun dan op dat moment? Ja. Ja? Ja. Ja, en terecht ook. Ja. Ja, ja, dat was ook een terechte angst. Ja. Die mogelijkheid zat daar gewoon in. Ja, je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid, maar als ik dan aangifte zou doen, dat zou gewoon ten koste geweest zijn van mijn leven. Ja. Dus dat was alle sporen uitwissen in de hotelkamer. En ja, gewoon gaan, verder gaan met mijn leven. En vrij kort daarna, ook heel onbewust, heb ik de stap gezet om zelf in de prostitutie te gaan. Wat voor velen dus heel raar overkomt. Van, ze de verkracht en dan gaat dat in de prostitutie. Ja, en daarvoor ben je eigenlijk ook ik weet niet hoe we die man kunnen noemen, een soort van loverboy eigenlijk, dat jij tegen je zin ook meermaals een negatieve ervaring met absoluut, seks. Absoluut, ja. Ja, dus dat is eigenlijk een compensatie van je gedrag wat je gaat vertonen, om dat niet te voelen. Hè. Achteraf gezien wou ik vooral de controle over mijn lichaam en de controle over mannen terugnemen. Dat is natuurlijk, dat zit in je hoofd, want ja. dat is alleen maar een vals gevoel. Maar ja, dat heeft mij wel vooral macht gegeven. Maar ik snap het wel. En terug gewoon van, ik heb nu alles gewoon terug onder controle. Ja, want kijk, eerst is het tegen je wil in. En het moment dat je besluit om zelf natuurlijk de prostitutie in te gaan, heb je natuurlijk de touwtjes zelf in handen. Dus ik begrijp wel dat daar een heel groot verschil in zit. Maar hoe was dat dan? Qua voor je mindset, was het dan moeilijk omdat je zo'n slechte ervaring had met seks? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik heb dat 10 jaar lang gedaan en ik was ook ervan overtuigd dat het enige was wat ik kon en het enige was wat ik goed in was. En ja, totally control. Ja. Ja, dus dat gaf mij eigenlijk een heel goed gevoel. Ja, maar daar was je prostituut, maar ook pornoactrice, toch? Ja, dat was maar een korte fase. Dat was een experimentje. Experiment. Geen geslaagd of wel geslaagd experiment? Nee, het is zo. Ik ben van België en ik had een contract getekend voor buitenland. Maar Nederland is ook buitenland. Dus, okay. En dat was toen met Digicorders op Kanaal Plus. Ja. En ja, toen kreeg ik berichtjes van mensen die mij zagen op tv. Dus dat vond ik wel iets minder. Dus dat was... Van korte duur. Ja. Ja. Ja, en dat is ook... met de prostitutie, als je daar uitstapt, je stapt daar echt uit. En als je pornofilms meespeelt, ja, dat is blijvend materiaal. Ja, dus dan heb je weer die controle niet echt over wat het beeld ook, met zichzelf gaat doen. Nee, ook niet. Ja. Maar dat is eigenlijk, dat blijft voor de rest van je leven u achtervolgen. Ja.
En als je het kijkt, dus eigenlijk zijn het soort van twee blokken. Eerst is het tegen je wil in seks, wat verschrikkelijk is. En daar vervolgens kies je er zelf voor. En dan is het, lijkt mij, veel fijner gevoel dat je het zelf in controle kan hebben. Uh-huh. De wereld van prostitutie, hoe ziet die eruit? Voor de mensen die dat misschien niet precies weten. Uh-huh. Is dat een wereld, heb je veel controle zelf? Of komt er veel criminaliteit bij kijken? Of valt het juist hartstikke mee? Ja, maar je hebt daar heel veel verschil in. Ik ben begonnen bij iemand, privéontvangst. Dan iemand huurt een appartement of een huis, maakt niet uit. En daar kunnen mannen komen en daar zijn kamers ter beschikking. En daar zijn of één iemand of verschillende meisjes aanwezig die mannen ontvangen of vrouwen ontvangen of koppels ontvangen. Dus je hebt daar eigenlijk heel veel verschillende soorten of mogelijkheden in. Je hebt raamprostitutie, escort, privéontvangsten. Ik ben daarmee begonnen. Ja. En ik denk dat ik na een jaar zoiets zelf ben overgeschakeld om zelf een appartement te gaan huren. Ik ben er zelf gaan werken. Ik heb meisjes gehad die voor mij gewerkt hebben. Dus ja, dus dat is dan eigenlijk ook pooierschap. Hè? Ja. Als jij voor iemand gaat werken, dat komt altijd zo heel, heel hard ook over. Hè? Vaak ook in de media of in films. Maar van het moment dat er meisjes voor jou werken, ja, worden aanschouwd als pooier. Ja. Maar in de privéontvangst, normaal gezien, is dat meestal ook uit vrije wil. Ik heb er eigenlijk niet zo van die dramatische toestanden meegemaakt van gedwongen of dat was eigenlijk heel rustig, ook overdag. Ja. Wat natuurlijk ook een immens verschil is. Ja. Een 9-to-5 job, hè. Ja, je kan het gewoon zelf indelen, denk ik. Had je veel plezier in je werk? Ja. Ja, nee, maar dat is heel fijn. Ja, en niet vooral, het ging dan niet over de seks, maar gewoon over, ja, ik heb ook heel veel gelachen. Ja. Je doet wel wat mensenkennis op. Ja. Ik heb ook heel veel therapeutische gesprekken gehad met mannen die eigenlijk helemaal niet voor seks kwamen. Gewoon een knuffelpartner willen. Een knuffelcontact. Dat is toch soms zo? Dat hoor ik wel eens. Of gewoon een goed gesprek. Ja. Ja. Dat was heel opmerkelijk. Dat voor veel mannen ook gewoon heel belangrijk was. Ja. Een persoon waar ze tegen konden praten en gewoon liggen. Soms gebeurde er ook helemaal niks. Hoe is de prostitutie voor vrouwen? Voelde je je dan juist heel krachtig of soms juist niet? Of hoe voelt dat? In mijn geval wel. Ik had het alleen moeilijk met als mensen of mannen dan iets gingen verwachten van mij, een rollenspel of zo. Dan had ik zoiets van, nee, daar moet er niet bij mij voor zijn. Nee. Dan had ik de controle niet meer, zeker. Of zoiets, ik weet het niet. Maar verder, ja, ik denk, dat is ook heel individueel. Hè? Ik denk dat als je dat aan 100 vrouwen gaat vragen die in de prostitutie werken of gewerkt hebben, dat die dat ook op een heel andere manier beleven. Ja, ik was ook een pak jonger. Hè. Ik was begin 20. Ja. Is dat ook helemaal anders in het leven? Ik zeg het, ik heb daar niet tegen mijn goesting gedaan, tegen mijn zin. Natuurlijk, ja, zijn er natuurlijk altijd mannen dat je zegt van, oeh. Ja, nee. Dat lijkt me dan nog best wel vervelend als er een man is die je denkt, Ja, maar ja, dan heb ik altijd nog de mogelijkheid om te zeggen van dat gaan we niet persoon doen. Niet welkom is omwille van hygiënische redenen of zo. Ja. Ja, maar dat lijkt me ook het grote verschil, dat je veel plezier kan hebben in je werk als het natuurlijk niet tegen je zin in, waar het daarvoor wel heel erg tegen je zin in was. Ja. Dat verschil dat daar heel erg in zit. Ja, dat is waar. Ik ben dan achteraf van de prostitutie uit in een erotisch massagesalon gaan werken. Ja, dat is even goed sekswerk. Ja. Nee, dat is enkel dan happy ending. En dan gaat er vooraf wel een massage aan vooraf. Ja. Maar dat heb ik ook wel een aantal jaren gedaan. En
Ja, dat vond ik ook wel fijn, omdat ja, dat is op een heel andere manier. Daar kregen wij ook eerder voetbalploegen binnengevallen. En ja, dan ligt de nadruk niet alleen op de seks, want in principe is er geen seks, enkel dan een handwerk. Handwerk. Gebreien. Nee. Ja, inderdaad. Ja. En dan, dan masseerde iemand. Ja. Dus op dat moment zijn ook wel mijn interesses veranderd. Ja. Omdat mensen wel opmerkingen gaven van, oh, jij kunt zo goed masseren. Ja. Hey, hebben er opleidingen voor gevolgd. En dat je er steeds bezig in werd, in de technieken en zo. Ja, maar ook niet alleen beter, maar ook dat ik dacht van, oh, ik wil hier wel iets mee. Ja, nou, dat is wel heel leuk. En op welk moment besluit je om uit de prostitutie te stappen? Dat was eigenlijk per ongeluk. Oké, net als hoe je er per ongeluk eigenlijk in belandde, toch? Ja. Ik wilde net in heel mijn transformatieproces van masseren toch wel meer diepgang daarin krijgen. Ik ben toen terechtgekomen in Nederland voor een therapeutische opleiding. Oorspronkelijk een opleiding tot kindertherapeute, een 4-jarige opleiding. En het eerste jaar was intensief werken aan jezelf. Ik had zoiets van, ja, dat gaan we maar even doen. Ja. Want ik vond niet dat ik een probleem had. En het eerste jaar, ja, ik ben daar behoorlijk mezelf tegengekomen. En dus alles wat ik al die jaren niet had gevoeld en wat mij eigenlijk is overkomen en wat ik geparkeerd heb en altijd gewoon zijn blijven gaan. Ja, dat deksel werd opengetrokken als een beerput en ja, al demonen zijn eruit gekomen. En ja, ik ben heel intensief aan mezelf gaan werken. Ik ben ook onmiddellijk gestopt met mijn job als sekswerker, omdat ik toen wel in contact stond met mijn gevoelens, met mijn emoties en vooral terug met mijn lichaam. Terug met wie ik was en dat ging niet meer. Nee, want is dat iets als sekswerker dat het fijn is als je gewoon dat kan uitschakelen? Ja, ik denk dat wel. Ja? Ik weet dat niet, maar ik denk voor mij althans wel. Ja, dat je er gewoon puur praktisch naar kijkt. Ja, zo, ik was toch niet thuis. Ja, ik was dan al zo fel gevlucht als mechanisme van maar, want ik ben toch niet thuis. Ja. Dus ja, dat heb ik wel verder doorgezet in de prostitutie van mijn lichaam kunnen gebruiken. Maar was dan ook, als we teruggaan naar de seks eigenlijk tegen je wil in, was dan ook jouw eerste keer seks, zeg maar, onprettig? Mijn allereerste ontmoeting met seks, ja, nee, dat was een vriendje waar ik in de horeca had leren kennen en dat was in een auto. Oké, okay. Ja, maar dat was dus niet een negatief. Heel liefdevol, niet negatief. Nee, precies, want ik kan me voorstellen dat het anders vanaf dat moment je lichaam eigenlijk gewoon uittuned. Nee. Oké, dus toen kwam je meer in contact met je lichaam tijdens de opleiding? Ja. Met mezelf, met mijn gevoelens, met mijn emoties en met mijn lichaam. En ik ben onmiddellijk gestopt in de prostitutie. Ja? Ik kon, dat ging niet meer. Nee. Kon je er makkelijk uitstappen? Ja, gewoon direct gedaan. Ja, maar omdat je eigen bedrijf natuurlijk ook was op dat moment, toch? Nee. De privéontvangst, dat was mijn eigen bedrijf. Maar dan het erotisch massagesalon, dat was in dienst. Oké. Als zelfstandige. Ja. Dus nee, ik ben daar onmiddellijk mee gestopt. En dat was gemakkelijk, omdat gewoon niet, ik kon het niet meer. Nee, het ging niet meer. Nee. 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 Hoe voelde dat? Als klaar. Ja, als afgesloten hoofdstuk. Ja. Ja. En kwamen er dan ook, omdat je zegt, ik kwam dichter bij mijn gevoel, kwamen er dingen van vroeger weer terug? Ja, alles. Ja. Ja, en dat was echt heel heftig, want dat is allemaal wel een beetje aan mezelf voorbij gegaan, al die jaren. Dat is in een overlevingsmodus. En net op dat moment dat ik dacht van, ik kan anderen helpen. Ja, dat ging dus niet. Het idee om anderen te gaan helpen is 8 jaar aan de zijlijn geschoven. En ik ben begonnen met therapie voor mezelf dan. Ik ben niet meer gestopt, omdat alles kwam boven. Alles. Ja.
Alles, ja. Al de traumatische ervaringen, daar alle emotionele gevoelens, emoties, wat allemaal diep geparkeerd zat. Ja, dat had je allemaal weggestopt. Ja, mijn overtuigingen naar mannen, mijn beeld naar mannen. Ja, dat is horror. Ja? Dat heeft mij echt enorm getekend. Ik kon ook geen man niet meer zien, jaren niet. Ik heb ook jaren geen relatie, seks niet meer kunnen hebben met mannen. Zo'n aversie naar mannen, ja. Walging. Ja. Walging. Ja, ja. Ja, toen voelde ik maar pas wat dat echt allemaal met mij gedaan had. En ja, ik ben toen ook relaties aangegaan met vrouwen. Dus ja. Ja. Maar was het ook omdat je echt op vrouwen viel? Of was het gewoon omdat je zo'n walging had naar mannen? Ja, ik ben sowieso biseksueel. Ja. Maar toen was het geen vrije keuze. Nee, toen was gewoon mannen. Ja, nee. Ja. Nee. En ook heel oordelend. Zo. Want als ik een man zag, dan was het, die zijn allemaal hetzelfde. Ja, ja. Het is heel zonde is eigenlijk natuurlijk dat beeld natuurlijk zo gevormd is in jouw leven. Absoluut. Ja. Volledig verknipt. Ja. Ja. En de prostitutie helpt daar ook niet aan mee. Nee, want het is ook toch helemaal niet fijn om met mannen naar bed te gaan als je eigenlijk een hekel hebt aan mannen. Nee. Op dat moment dan. Nee. Lijkt me verschrikkelijk. Heel awkward. Ja. Ja. Ja, heb je daar ook situaties dat het awkward was? Ja. Ja? Daar een voorbeeld van? Oeh. Ja, ze vragen wel wat rare dingen soms. Om met naaldhakken van bed te springen, op de buik te springen en dan met die naaldhakken. Op de buik te springen met naaldhakken? Ja, en dan goed daarin te draaien. En, ja. Ja, dat is... Weet jij, dacht die mannen zijn gek? Ja, of eentje die... had een voetfetish. Ja. En dat was mijn laatste cliënt die dag. En die wou alleen maar om mijn tenen likken en zuigen. Ja. En ik denk, ja, prima. En het was tijd om naar huis te gaan. En ik wilde doorgaan. En ik trek mijn lade open van mijn kleren. En ik zeg dat mijn kousen weg waren. En die man had mijn kousen meegenomen. En ik voelde dat zo als inbreuk op mijn privacy. Ja. Ik dacht... Pak dan een slip mee, maar toch mijn sokken niet. Ja, ja, dat vind ik al een beetje freaky. Maar ja, ja. Ieder zijn ding zeker. Maar wat doe je dan? Ja, je zegt, dat kan je niet zo... Je denkt, nee, was al weg. Ja, oh, wat erg, ja. Maar wat geestig. Dat is ook wel een anekdote in mijn boek. En heel veel mensen lachen daarover. Ja. Omdat er een man kwam en die vroeg van... Ja, mag ik iets meenemen aan een telefoon? Ik zeg, ja, doe maar. Ja. En komt hij met een komkommer af. Ik zeg, ja, wat moet ik daarmee doen? Ja, er bij mij insteken. En ja, maar op een gegeven moment was dat echt, echt, echt heel, heel, heel vies. Want die spaarde zijn ontlasting zo ver op dat het... Ja, dat is niet meer smakelijk. Nee. Dus ik heb hem dan ook op een gegeven moment wel gewoon geweigerd. Ja, vriendelijk verzocht. Ga je lekker met je komkommer zelf aan halen. Ja, dus de komkommerman. Ja. Dus... Mensen die mijn boek hebben gelezen, moeten daar heel veel om lachen. De komkommer. Ja, die kennen al die anekdotes. Ja, maar je maakt wat mee in die jaren. 10 jaar in de prostitutie, dan maak je natuurlijk zoveel mee. Ja, 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 ja. Oh, geestig. Oh ja. Je zegt, toen begon jij jezelf te werken, kon je alle trauma's verwerken. Hoe kon je dit leven, hoe was je mindset toen? Was je toen heel down of werd je vrolijk? Energieloos. Ja. Ja, dat kostte heel veel energie om aan mezelf te werken. Ja, nee, vrolijk was ik absoluut niet. Nee. Nee. En deze trief? Nee. Nee. Destructief ben ik altijd wel geweest in mijn verleden, maar dat was net een soort van ommekeer. Nee, vooral moe. Moe. Ja. Ik zag er ook niet meer uit. Nee? Nee, nee. Dat was heel opmerkelijk, hè? Want in de prostitutie en ik heb altijd wel zoiets gehad van, oké, ik mocht er ook wel zijn. En dan denk ik van, wow, nee. Nee. Nee, dat ook niet meer vrouwelijk willen zijn. Gewoon helemaal klaar ermee, ja. Ja. Ja, ook zo. Ja, een affairemechanisme naar mannen toe, want ik mocht er niet meer aantrekkelijkheid zien. Nee. En zo, ja. En je dacht, die mannen die kunnen allemaal echt heel bizar. Ja.
Maar op een gegeven moment denk ik dat dat weer een beetje om aan het slaan is. Dat er een omslagpunt komt, dat je mannen wel weer accepteert. Of waar zit dat hem in? Ja, door ook wel heel veel therapie, dingen te plaatsen. Ja, daar dient therapie dan voor, denk ik. Hè. Niet alleen voor heel een boel te herkamen en te herbeleven, maar toch ook wel om dingen uiting te kunnen geven aan bepaalde gebeurtenissen. Want dat is vooral mijn therapie geweest. Ik ben niet gaan praten, want ik voelde niks. Nee. Dus ja, een gesprek, dat had toch geen zin en dat kwam niet binnen. Dus ik ben heel intensieve lichaamsgerichte therapie gaan doen, regressietherapie, dus echt naar binnen gaan keren, gaan voelen. Wat heeft dat met mij gedaan? Ja. En alle emoties waar ik toen geen uiting aan heb kunnen geven, die toen geblokkeerd zijn geweest in mijn systeem, daar uiting aan geven en dan toch positieve dingen daar tegenover kunnen zetten. Ja. Ja, en dat doe je niet op één dag. Nee, klopt, want daar ben je natuurlijk langere tijd mee bezig geweest. Ja. Ja. Want jouw boek heet ook Van Hoeker tot Healer. Want op een gegeven moment besluit je ook, oké, dit is mijn verhaal en ik wil anderen daarmee gaan helpen. In eerste instantie was al verschillende keren de vraag gekomen van andere mensen. Van, Deborah, je hebt al zoveel meegemaakt en waarom schrijven ze daar geen boek over? Maar dan had ik wel zoiets van, ik wil niet zomaar gewoon een sensatieverhaal neerschrijven. Hè? En ik heb dan mijn eerste boek geschreven, mij als doel om aan te tonen hoe ver of hoe diep dat je kunt zitten, dat er toch altijd een mogelijkheid is om dingen te kunnen veranderen in je leven. En is dat gemakkelijk? Nee. Moet je daar moeite voor doen? Ja, heel veel. Ik heb echt heel, heel, heel veel moeite gedaan. Om een voorbeeld te geven, dat ik gestopt was in de prostitutie, mijn opleiding kostte immens veel geld. Ik heb aan mijn ouders, die hadden gespaard voor een mogelijk zijn huwelijk, dat er waarschijnlijk nooit van zal komen. En ik heb het geld dat zij gespaard hadden gevraagd om te mogen gebruiken voor mijn therapie en voor mijn opleidingen. Ja. Dat was niet genoeg. Achteraf heb ik mijn motto verkocht om verder nog te gebruiken. Te werken aan jezelf. Ja, om aan mezelf te werken. Ja. Hoe was het eigenlijk met je ouders in die tijd? Was die band goed? Die hebben ook, die schrokken er ook wel van wat voor impact dat ook allemaal op mij gehad heeft. En ik merk dat door zelf zoveel in therapie te gaan, dat dat onrechtstreeks bij mijn ouders ook wel wat veranderd heeft. Ja. Ik heb dan na de prostitutie in Elman verandering in de periode van mijn opleiding. Ik moest wel een inkomst hebben. Dus ik ben dan op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om te gaan poetsen. Poetsen, ja. Ja. Schoonmaken. Ja. Voor 1000 euro per maand. Soms verdiende ik dat op één dag. Dat verdiende ik dan in een maand. Dus ja, dat zijn keuzes dat je maakt. Heb je nooit de verleiding gehad van, jeetje, als ik nu gewoon één dag even werk, heb ik weer... Nee. Ik heb dat natuurlijk wel gedacht, maar nooit overwogen. Omdat, wat ik net zei, ik kon dat niet meer. Dat was op. Uit mijn systeem. Ja, snap dus ik. Dat was totaal geen overweging niet meer. En natuurlijk, denk je daaraan, want dat is hetzelfde dat ik er nu aan denk. Ja. Maar het is niet omdat je eraan denkt dat je dan ook nog moet denken van, oh ja, maar misschien moet je het dan doen. Nee. Nee. Dus en dat is het net. Hè. Je moet soms keuzes maken en dingen doen en wat niet leuk is. Want dat was toch poetsen niet mijn droomjob. En dan zat ik op mijn knieën in een wc met schuursponsjes wc's schoon te maken. Ja. Nee, dat was niet mijn droomjob, nee. Nee, maar je had wel een doel voor ogen. Ja, en mijn doel... op dat moment ben ik aan mijn eerste boek beginnen schrijven. En gedurende dat ik daar in de weer was met stofzuigen en ramen lappen, dan kreeg ik inspiratie voor mijn boek. En dan schreef ik dat ook op dingen, op papiertjes. En dan stak ik dan weg en dan schreef ik dat uit. Ja,
Wat mooi, dus dat het wel een soort van helend effect op het schoonmaken eigenlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk schoonmaken. Hè? Het schoonmaken, maar ook voor mezelf schoonmaken, innerlijk schoonmaken. Ja. Ja, mooi wel. Hoe kijk je nu tegen de wereld van prostitutie aan? Hoe is die wereld misschien anders nu dan een paar jaar terug? Ja, ik ben daar volledig uit, dus ik heb daar ook totaal geen idee van. Ik ken ook geen mensen niet meer in die wereld. Ik denk dat er heel veel veranderd is. Ik denk dat er ook nu heel veel meisjes aan het Oostblok in de prostitutie werken. Maar ja... Maar dat is dan meer tegen hun wil in. Dus dat is niet de prostitutie waar jij voor hebt gekozen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien wel, hè, want die moeten ook eten. Ja. Het is wel zo, net op het moment... Die periode, net voordat ik gestopt ben in het massagesalon dan, is er toch wel een verandering gekomen in de prostitutie vanuit de justitie dan. Vooral om de prostituees te beschermen, om controle te hebben op de pooierschap. Ja. En dan zijn ze toch wel de meisjes gaan identificeren, gaan kijken, gaan opzoeken. Ja. En dan moesten wij eigenlijk allemaal naar het politiebureau met een nummerke, met foto, om geregistreerd te gaan staan als prostituee. Ja, ik ben daar aan ontsnapt, gelukkig, want ik had zoiets, ik wil die stempel niet. Ja, maar het is maar als er iets gebeurt met u, kunnen wij gaan kijken in dat circuit. En ik had zoiets van, nee, sorry, dat is dan voor de rest van de leven een stempel. Ja. Ik ben daar onderuit gekomen. En dan de meisjes in de Schipperstraat, hè, de prostitutiebuurt in Antwerpen, ja, dat is heel beschermend geworden. Ja, dus dat is wel fijn. Er is veel meer veiligheid en controle eigenlijk. Ja. Ja, dat het meer... dat was dus een aantal jaar, 15 jaar terug. Twintig jaar geleden. Ja, ja. Ja. Was er toen ook meer criminaliteit mee gemoeid dan nu? Ja. Ja? Absoluut, ja. En waar merkt hij dat in? Vooral dan niet zozeer in rechtstreeks bij mij, maar ik weet dat wel, vooral de raamprostitutie dan, ja. Jonge meisjes die gedwongen werden door, vaak door Albanezen of zo, dat werd volledig overgenomen, die wereld. Jonge meisjes, dat vind ik ook altijd wel heftig. Ja. Terwijl ik denk, als je er later zou verkiezen, superleuk doen. Maar jonge meisjes vind ik altijd... Dat is inderdaad heftig. Ja. Intens. Ja. Welke boodschap wil je nu uitdragen? Wat vind je belangrijk dat mensen weten van jouw verhaal? Ja, dat je er normaal gezien, hè, of in veel gevallen... Ik hoor zo heel veel mensen jaren zagen en klagen. Maar ze veranderen niks. Dan denk ik van, come on, hè. Je hebt mensen die zoveel... Het gaat niet over erger, hè, maar echt soms wel heftige dingen hebben meegemaakt. En die maken echt wel het beste van hun leven. Van, blijf niet in de slachtofferrol, zitten. En probeer gewoon toch wel iets te veranderen. Sommigen... Ik denk dat het belangrijk is om niet in het verleden te blijven leven en in het nu te proberen te leven en dingen te accepteren die dat je niet kunt veranderen, want sommige dingen kan je niet veranderen. En probeer de dingen te veranderen die jou belemmert om gelukkig te zijn in jouw leven. Ja. En vergeef, want vergeving, dat doet zoveel. Ja, ja. Dat zorgt er wel voor dat je toch wel... Beetje kunt ademen. En je hebt nu twee kinderen en een man ook? Nee, ik heb vier kinderen. Oh, sorry, vier kinderen. Ik heb er twee overgeslagen. Oké, ja. Ik dacht dat je net zei, mijn twee kinderen kende je aan het begin. Maar het waren nee, vier. Ja. Dat zijn mijn twee, twee dochters van 12 en 11. Ja, die kennen jou, maar leuk. Ik heb nog twee jongens van 23 en 20. Oh, wat leuk. Vier kinderen. Ja. Een hele gelukkige moeder. Ja. 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 Wat fijn. En hoe kijken zij er tegenaan dat je dat allemaal... Ja, het is zo dat... vooral mijn twee oudste kinderen, de twee jongens. Ja, ik heb die op de leeftijd gekregen, of in een periode gekregen in mijn leven dat ik echt niet oké was met mezelf. Mijn ergste tijd van mijn leven. Ja, ook toen je nog werkzaam was? Ja. Oh ja, oké. Ja, eentje. Dat was de reden ook waarom ik gestopt ben, want ik was zwanger. En de andere, die had ik net. Oké.
En ja, achteraf bekeken hebben zij mij ook in leven gehouden. Omdat ik had totaal geen doel om voor te leven. En nee, zelf voelde ik het absoluut niet. Dus zij hebben mij wel de kracht gegeven om in leven te blijven. Gelukkig is dat achteraf wel omgebuigd. Naar zelf de kracht te vinden en ja, om voor mezelf te leven. Ja, ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. En dat is absoluut het belangrijkste, ja. En dat merk ik wel heel erg in het verschil tussen mijn twee jongens en mijn twee meisjes. Dat ik ook, wat ik er juist gezegd heb, van mijn ouders, die opgegroeid in een nest wat toch niet zo veilig en warm was. Ja, ik heb die warmte en die veiligheid naar mijn twee jongens niet kunnen geven, want ik had het niet. Ik was alleen maar bezig met te overleven. Ja. En dat verschil merk ik wel, dat ik dat naar mijn dochters nu wel geef. Wel kan geven, omdat ik nu wel de capaciteit... Of beter in je vel zit, dat je dat een warm bad kan zijn, ja. Ja, als je niet voor jezelf kunt leven, of dat gevoel niet hebt, dan... Dan kan dat niet, nee. En wat doe je nu op dit moment voor werk? Ik heb mij de laatste jaren alleen maar omgeschoold. Ik heb veel schade in te halen, want ik ben op mijn 16e gevlucht naar Spanje. Waardoor dat ik ook, ik heb mijn school niet afgemaakt. Dat was vrij dramatisch. Dus ik heb mij een aantal jaren, dat is dan begonnen met de therapeutische opleiding. Maar ik ben mij verder gaan herscholen. Ik ben blijven herscholen. Ja. Dus ik heb de vibe te pakken. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, omdat het mijn interesse is. Dus ik heb dan net een vierjarige opleiding afgerond als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en in de verslavingszorg. En ik ben nu werkzaam voor een psychiatrisch ziekenhuis in Antwerpen. Ja. Alleen werk ik niet in een psychiatrisch ziekenhuis, maar voor een project Cadans, ketenaanpak dak- en thuislozen Antwerpen stad. Ja. En dat is voor de doelgroep dak- en thuislozen. Met een psychiatrische aandoening en verslavingsproblematiek. Ja. En wat doen wij? Wij zorgen voor huisvesting en aanklampende zorg op alle levensdomeinen. Kan je ook beter met mensen die verslaafd zijn praten, omdat je dat zelf ook hebt gehad? Ja, dat denk ik dat absoluut een pluspunt is. Ik heb dat niet geleerd uit boeken. Nee. Zij voelen vooral heel veel erkenning. Anderzijds ook kunnen mij geen blazen wijs maken. Nee, dus hey, je ziet gelijk als ze... Dat die... Hey, want er gaat ook heel veel andere dingen mee gepaard, met leugens en constructies om alles in stand te proberen te houden. Maar daar prik jij natuurlijk gewoon volledig aan. Dat is ook wel fijn dat ze dat ook voelen van... Ja, ik moet daar niet mee sollen, want... Nee. Had jij graag iemand zo gewild als het werk wat jij nu doet in de periode dat jij... Nog inderdaad in dat huis wonen, aan de krek zat? Nee, want ik had geen hulpvraag. Nee. Had je iemand gewild die dat misschien ongevraagd zou doen? Of zich over jou zou bekommeren? Nee, want daar moeten we ook echt klaar voor zijn. Ja. Want als er geen hulpvraag is, dan... Nee. Dan werkt het niet. Iemand moet echt zelf om hulp vragen, wilt echt aanslaan. Ja, want ik ben wel in de drughulpverlening geweest, maar dat was dan voor medicatie, kalmeringspillen. Maar nee, ik loog daar om eigenlijk maar mijn medicatie te bekomen. Ja. Dus niet voor hulp te vragen. Nee. En dat zijn nu mijn collega's. Ja. En de verslavingsartsen, daar werk ik nu mee samen. Oh, wat mooi. Ja. Maar ik vind het wel vet dat jij je verhaal dus ook inzet. En zegt, nou, dit is mijn verhaal en dit is wat ik ervan heb geleerd. En nu ga ik zorgen dat andere mensen die verslaafd zijn... of misschien op dit moment geen uitweg weten... dat jij hun een hand kan toereiken en ze dan kan begeleiden. Dat is heel mooi, want het is natuurlijk mijn verhaal heel destructief. En ik was er niet trots op, maar... ik heb het zodanig omgedraaid dat ik van mijn destructieve verleden alleen maar een enorme kracht heb kunnen maken en daarin andere mensen kan helpen. En dat is wel heel mooi, ja. Dat is heel mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!